Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben wat vergeten te pakken. Ik had iets afgesproken. Ralf, ging jij mij nog even helpen? Jij ging mij niet helpen? Nou, dat is helemaal niet erg. Ik heb even iemand nodig. Wie is 4 en heeft dikke spierballen? Of 5 misschien? Waar? En wil mij even helpen? Daar liggen namelijk een paar spulletjes voor het podium. Jesse, wil jij ook? Kijk daar helemaal. Helemaal op de grond. Moet je even weer van de trap af. Ga maar eens naar Jesse toe. En die moet ik even op het podium hebben. Denk je dat je mij kan helpen? Ja, en die andere moet ook. Ja. 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 Je hebt wel spierballen, hè? Ja. Kan iemand hem even helpen misschien? Kan jij helpen? Ga mij helpen. Ja, goed zo. Misschien met je... Ja, kijk, nu gebeurt er wat. Zo, ja, ja. Ja, leg maar neer, lieverd. Ja, dankjewel. Zo, ga je ook nog zo'n trap op? Echt waar? Zo, hé. Jesse, help je ook mee? Met z'n drieën. Til maar aan de onderkant. Oh, nog een hand. Zo. Oh, nou word je nog aan het werk gezet in de kerk. Jongen, jongen, jongen. Oh. Wauw. Hé, jongens, dankjewel. Ja. Goed gedaan. Hé, jawel. Ja, 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 ja. Oh. Ja, ik was het even vergeten om het mee te nemen op het podium. Want we zongen net over wapens, toch? Of niet? Ja. Waarom dan? Doe je wapens aan. Dat doe je om... om de vijand te verslaan. Huh? Gaan we dan een beetje vechten in de kerk? Nou, los van dat ook wel eens gebeurt, maar daar wou ik het nou niet over hebben. Doe je wapens aan. Het staat gewoon in de Bijbel, hè? Er staat een opdracht dat je wapens... Dus ik heb maar even wat attributen meegenomen en die komen zometeen nog wel even aan bod. Om het daar eens even over te hebben. Ik mag het vandaag namelijk hebben over 2 Bijbelstukken. En het eerste, dat gaat over de wapenrusting God. En daar ga ik zo wat over lezen. Daar kon je misschien al wel een beetje raden met deze spulletjes. Maar ik had het idee, misschien zijn er wel kinderen in de zaal die een overdenking best een beetje lastig vinden. Ik heb een kleurplaat meegenomen over de wapenrusting God. Dus als er nou mensen zijn die zeggen, ik vind het wel leuk om die te kleuren. Dan mag je hem ophalen of wil je hem uitdelen, Jesse? Wil je wat voor mij doen? Wil jij rondlopen en iedereen die zo'n kleurplaat wil, mag je zo'n kleurplaat geven? Ja? Goed zo. De wapenrusting Gods. Wil je ook mee helpen? Geef me de helft. Ja, helemaal goed. Goed delen. De geestelijke wapenrusting. Heel eerlijk, in de voorbereiding naar deze dienst, een generatiedienst, een opdraag, een overdraagdienst, van alles zouden we doen, kwam dit op mijn hart. En ik snapte het niet zo goed. Ik heb echt aan God gevraagd, maar waarom moet ik het over de wapenrusting hebben als we het over generaties hebben, als we het over veel over kinderwerk, jonge kinderen? Maar ik ben er wel mee doorgegaan. En het stuk wat ik zo met jullie wil lezen is een stuk uit Efeze 6. Hoofdstuk 6 van Efeze is de laatste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Efeziërs. En eigenlijk heeft hij aldoor in de brief handvatten, richtlijnen, gedragscodes eigenlijk gegeven. Hoe je als christenen met elkaar om moet gaan. Ook met nieuwe mensen. En wat voor afspraken moet je eigenlijk allemaal hebben. En wat is nou wijs en verstandig. En wat is nou Gods wil om met elkaar om te gaan. En in het allerlaatste hoofdstuk voegt hij dan nog iets toe. En daar gaat het nu over. Hij legt in het allerlaatste stukje uit hoe je je kan wapenen tegen het kwaad. En dat stukje wil ik met jullie lezen uit de NBV, Efeze 6, vanaf vers 10 tot 17. Het begint met tenslotte. Tenslotte zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, en dan komen ze allemaal. Houd stand met de gordel, de waarheid als gordel om uw heupen. De gerechtigheid als harnas om uw borst. De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen of stevige schoenen. Draag het geloof als een schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. En draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de geest ontvangt. Wat een lijst, hè? Een gordel, een helm, een zwaard, een harnas. Dat is een hele uitrusting. Een militair in die tijd, we hebben de plaatjes van de Romeinen misschien nog wel in ons hoofd, die waren op die manier gekleed. Als ze ten strijde trokken, dan hadden ze dat minimaal bij zich. En vaak nog wel een beetje meer. Maar even, kids, wat heb ik hier nu precies? Wat hebben jullie eigenlijk net naar boven getild? Wie weet wat dit is? Vertel. Is dit een harnas? Ja, het lijkt er wel op, hè? Ja, wat weet jij, Jesse? Een vest. Wat voor vest? Een wat voor een? Een kogelbevestiger. Kogelwerend doen we, ja? Is dat goed? Kogelwerend vest. Ja. Je harnas en je schild. Ik had ze al meegenomen. Vroeger hadden ze sandalen. Tegenwoordig hebben ze hele dikke stevige stappers. Waarom is het zo speciaal dat die sandalen eigenlijk genoemd worden? Als je korte stukjes ging lopen, had je wat gemakkelijks aan je voeten. Maar als je lang op pad moest, dan werd dat helemaal met riemen opgebonden, hè? Zodat het onderweg niet zomaar los kon gaan. Zodat je lange reizen kon maken. Maar het begint met de waarheid spreken als gordel om je heupen. Hoezo de waarheid spreken als gordel om je heupen? Nou, een van de dingen die ze hadden was lange gewaden. En als je op pad gaat, dan wil je dat dat niet voor je benen zit. Dat je niet kan struikelen. Dus je wil dat omhoog. En dat moet je dus vastmaken aan je gordel. En die gordel van de waarheid zegt eigenlijk, laat niets je belemmeren om altijd de waarheid te spreken. Cool, hè? Laat niets je belemmeren. Als je de wapenrusting Gods oppakt, begin je met de gordel van de waarheid. Laat niets je belemmeren om de waarheid te spreken. Als je dat doet, heb je Jezus zelf omgord. En is hij altijd bij je. Dat harnas van gerechtigheid, dat beschermt je borstkas. Een hele belangrijke. Wat zit er eigenlijk in je borstkas? Wat zit nou hier wat je graag wil als soldaat wil beschermen? Welke organen zitten hier? Je hart en je longen. We doen gewoon een lesje biologie erbij. Je hart en je longen. Als je iets niet wil in de strijd, is dat die geraakt worden, toch? Als je hart kapot gaat, als je longen kapot gaan, ja, hou je het als militair niet zo lang meer vol. Dus wat je wil is dat dat goed beschermd wordt. De sandalen, zei ik al even. Er staat in de HSV-vertaling, vind ik een hele mooie zin. De voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van vrede. Gaaf, hè? De bereidheid geschoeid met de bereidheid. Ik wil wel. Als u mijn vader bent en Jezus mijn verlosser en de geest werkt in mij en ik pak de wapenrusting op, dan wil ik, dan ben ik bereid
om voor u uit te gaan. Om er voor u op uit te gaan. De vierde is het schild van het geloof. Waarbij je geloof de aanvallen, de gemene streken af laat ketsen. Maar, ja, hoe je geloof, weet je nog, misschien was je erbij, misschien niet. Laatst heb ik het gehad over controle is goed, vertrouwen is beter. Controle is goed, vertrouwen is beter. Dit is vertrouwen. Je kan ook zeggen, neem bovenal het schild van je vertrouwen op. Als ik aangevallen word en ik heb het gevoel dat de duivel aan mij trekt, of dat ik die kant op wil, terwijl ik eigenlijk die kant op zou moeten, en ik ga in vertrouwen staan, wat ga je dan doen? Wat? Ja, maak dat eens praktisch. Wat ga je dan doen? Ik ga dan bidden. Ik ga dan bidden. In geloof. Want ik vertrouw erop dat Hij mijn koning is. En ook al word ik aangevallen, dat kan, hè. Jongens, ook met zo'n vest aan kun je gewoon aangevallen worden. Wist je dat? Dit is niet een of andere cocon om je heen, zodat je niet meer geraakt wordt. Alleen als je geraakt wordt, kan het je hart en je longen niet raken. Of in elk geval minder kans. Niet onbelangrijk, de helm van verlossing. Even kijken of ik nog meer bij me heb trouwens. De helm van verlossing. Hoezo heb ik een helm van verlossing nodig? Wat is dat nou? Verlost een helm mij? Nou, ik heb dat eens nagekeken. Een helm, die heeft een paar functies. Kijk eens. Dit is hetzelfde materiaal als wat er in zo'n vest zit. Kevlar. Als hier kogels op afgevuurd worden, terwijl je hem op hebt, wat gebeurt er dan, denk je? Zeg eens. Dan raakt hij de helm. En wat gebeurt er dan als ik hem op heb en hij raakt hem? Wat gebeurt er dan? Wat krijg ik dan? Hij ketst af, maar ik krijg hoofdpijn. Ja, dat is geen grapje. Dan heb je heel stevig hoofdpijn. Lieve mensen, je kan aangevallen worden. Je kan daar pijn van hebben. Maar het kost je niet je leven. De helm van de verlossing is de zekerheid dat je beschermd bent. Ook hier, hè. In je hoofd. Daar waar je praat met God. En Hij met jou. Daar waar je contact legt. Hoe je de Bijbel kan lezen. Dat doen je hersens, hè. Je hoofd wordt beschermd met een helm. Alleen, waarom is die nou blauw? Militairen, tenminste, ik heb ooit een opleiding daarin gehad. Ik ben dienstplichtig geweest. En dan leer je camoufleren en onzichtbaar door het bos bewegen en zo. En toen werd ik uitgezonden. Weet je wat ik op mijn hoofd kreeg? Er klopt iets niet, hè? Waarom is die blauw? Voor de vrede. Maar dat had ook een andere kleur kunnen zijn. Kijk, weet je wat het is? Ik reed in Bosnië in konvooien en wij hadden grote witte vrachtauto's. Die kon je vanaf hele grote afstand zien. En wij hadden blauwe helmen of blauwe baret op. Nou, die kon je van nog veel grotere afstand zien. En die waren heel goed te raken ook dan, hè? Als je gecamoufleerd bent, dan is het de bedoeling dat je niet zo goed geraakt wordt. Maar deze dingen, wij wilden juist laten zien dat we er waren. Wij wouden niet vechten. Helemaal niet. Wij kwamen hulp aanbieden. Dat snapte niet iedereen. Dat vond ook niet iedereen even prettig. Maar deze blauwe helm liet zien, A, wij komen in vrede. En B, hier zijn we. De wapenrusting Gods, een helm in de Romeinse tijd, die had heel vaak een pluim erop, hè? Die kon je zien. Het was gedeeltelijk bescherming tegen een zwaardslag. Maar het was ook zichtbaar bij welke partij hoor ik eigenlijk. Bij welke partij hoor ik eigenlijk. Wie zijn helm heb ik eigenlijk op? En wat wou je vragen? Want,
Wil je hem even voelen? Wil je hem even ruilen voor je hoed? Kom eens, kom bij mij, kom bij mij. Ja, dat is een goeie. Moet je eens kijken wat er gebeurt als ik jou deze helm opzet. Kom eens, moet je eens kijken. Kom eens bij mij. Even kijken hoor. Zo. Dan moet je even zwaaien naar iedereen. Hij past precies, toch? Bijna. Bijna. Goed zo, lieverd. Hij past bijna. Deze staat je veel mooier en hij past ook beter. Ja. Cool, hè? Ja. Ja. Heel goed, schat. Heel goed. Dankjewel dat je dat laat zien. Ja. Goeie. De volgende na de helm is het zwaard van de geest. Maar wat is nou het zwaard van de geest? Er staat namelijk... Dit is de eerste in het rijtje waarmee je ook kan aanvallen. Hè? Alles is een verdediging of een wegren of een hardren. Wapen. Maar weet je wat het zwaard van de geest is? De Bijbel zelf. Met het zwaard van de geest zal ik vijanden verslaan. Dat staat er letterlijk. Het woord van God. Jezus deed niet anders, hè? Jezus deed niet anders bij schriftgeleerden, farizeeën, zijn discipelen, zijn volgelingen, om de Bijbel uit te leggen. Weet je wat er staat? Weet je hoe het bedoeld was? Weet je wat er echt staat? Weet je wat jullie ervan gemaakt hebben? Weet je wel wat er nu tussen jullie en de Vader in staat? Hij was continu dingen aan het uitleggen uit de Bijbel. Met het zwaard van de geest, met de Bijbel in je hand, zul je het verkeerde weg kunnen jagen. Maar zoals ik net al zei, ik begon mij wel een beetje af te vragen, is dit nou de boodschap voor de generatiedienst? Kinderen moeten nog groeien, toch? Je moet er nog gevoed worden. En terwijl ik daarover nadacht, kwam er iets anders in mij op. Namelijk de tekst. Hij werd afgelopen donderdag op de gemeenteavond genoemd. Hij werd net op het podium genoemd. Het is profetisch. Laat de kinderen tot mij komen. Er zijn drie evangeliën waarin dit stukje staat. Matthäus, Marcus en Lucas hebben het alle drie opgeschreven. Ik lees hem voor uit de herstelde Statenvertaling, herziende Statenvertaling. Uit Marcus. En waarom? Omdat Marcus iets uitgebreider is. Hij heeft net een paar zinnetjes meer dan die anderen. Maar als je ze naast elkaar legt, ze zijn nagenoeg identiek. Vanaf vers 13 tot en met 16 staat daar. Jezus zegent de kinderen. En ze brachten kinderen bij hem, opdat hij hen zou aanraken. Maar de discipelen bestraften degene die hem bij hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam hij het hun zeer kwalijk. En zei tegen hen, laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het koninkrijk van God. Voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En hij omarmde hen en legde de handen op en zegende hen. Dit stukje wordt ook wel eens samengevat met alleen de zin, laat de kinderen tot mij komen. Maar toch doet dat niet helemaal recht aan het totale stuk. Het aparte is namelijk, dit stuk lijkt een beetje plomp verloren, zomaar tussen allemaal andere gebeurtenissen te staan. Zomaar uit het niets komen er ouders, waarschijnlijk moeders, kinderen bij de rabbi brengen. En dat was een hele normale zaak. Kinderen werden bij rabbies gebracht om ze aan te raken, om ze te zegenen. Maar Jezus was druk. Er zijn verschillende gebeurtenissen in de verschillende evangeliën die eromheen staan. Maar bij allemaal, Jezus was of aan het kissenbissen met de farizeeën, of hij was groepen mensen aan het uitleggen. Of hij was de discipelen dingen aan het duidelijk maken. Maar hij was druk bezig
met de Bijbel. Heel druk. Zo druk dat die discipelen wisten, ja, we gaan de meester even niet storen, die kinderen. Dat komt straks wel. Hij nam heel veel tijd. Dus ze wisten ook dat dat belangrijk was voor Jezus. Ze wilden hem niet storen. Jezus is even met grote mensen dingen bezig. En hij komt zo bij jullie. Tenminste, zo lees ik hem. En dan krijgen de discipelen er gewoon van langs. In de Groningse Bijbel staat, Jezus voeterde op ze. Hij werd kwaad. Hij nam het ze zeer kwalijk. Een zinnetje als, begrijpen jullie het nou niet? Zou hier gewoon op zijn plaats zijn. Begrijpen jullie het nou niet? Weet je wat de bedoeling is? Laat ze bij me komen. Ik kreeg op mijn hart dat Jezus zijn wapenrusting bijna liet zakken. Hij liet de Bijbel even liggen. Hij ging naar de kinderen toe. En zei, kom. Kom. Het is juist de bedoeling dat je ze bij me brengt. Dat je ze opdraagt. Dat je ze in de gemeente brengt. Dat er tienerwerk is. Dat er kinderwerk is. Dat je thuis op een gezonde manier je kinderen meeneemt in het evangelie. Ik ga ze niet alleen aanraken. Weet je wat ik ga doen? Ik omarm ze. Hij omarmde ze en hij zegende ze. Wat een contrast eigenlijk, hè, met die wapenrusting. Maar wat mij opviel, was dat Jezus het ene moment de wapenrusting gebruikte en het andere moment tegen de kinderen zei, kom maar hier. En weet je wel, ja, die knappe meid kwam net al even voor de helm hier. Maar is er nog iemand die even wil kijken hoe het schild past eigenlijk? Wie van de kinderen zou even willen komen? Zie ik daar iemand die even wil komen? Kom eens. Je moet even passen. Je moet me even helpen. Wil je dat wel? Je mag ook samen komen met mama. Kom. Want voor jullie beeld. Dit is allemaal scherfwerend materiaal. Daar zit een Kevlarplaat. En daar zit een Kevlarplaat. We gaan even kijken of dit geschikt is voor jonge kinderen. Kom bij me. Ja, goed zo. Dan moeten jullie even goed staan. En dan even kijken. Zo. Ik ga hem even, en dan even omdraaien. Zo. Naar de gemeente. Zo. Dan ga ik hem even omdoen. Gaat hij over je hoofd. Zo. En dan moet iedereen even zeggen of dit een beetje... Hoe voelt hij? Goed. Voelt hij licht of zwaar? Zwaar. Ja, zwaar, hè? Hij is veel te zwaar, joh. Hij is veel te zwaar. Zou je hiermee kunnen rennen, denk je? Zou je hiermee kunnen rennen? Jij wel? Topper. Heerlijk. Hé, en zijn dit ongeveer jouw sandalen, denk je? Jouw schoenen? Laat het zien. Bijna, hè? Zou jij die passen? Nee, denk ik ook niet. En we hebben net al gezien dat die helm ook veel te groot is. Weet je wat het is, lieve mensen? Hé, dankjewel, toppers. Weet je wel wat het is? De wapenrusting Gods, daarvan staat er, pak de wapenrusting op. Dat kunnen alleen mensen die sterk genoeg zijn. Zag je die kids net struggelen, wurgen? En dit ding, als ik hem loslaat, hij gaat helemaal door zijn knieën, de schat. Echt waar. Hij is echt zwaar, hè? Voel eens met je hand hoe zwaar die is. Til hem eens op, til hem op. Veel te zwaar, hè? Goed zo. Maar is er een papa of een mama die zegt, nou, dat zou ik ook wel eens willen voelen. Wie zijn papa of mama wordt nu aangewezen? Dat is eigenlijk even, ja. Ja, kom maar hoor.
We kunnen ook het anders doen. Iemand van het tienerwerk. Thomas, kom eens. Er is altijd iemand. En hij moet hier zometeen toch weer zijn, dus dat scheelt al een loopje. Moet eens kijken wat er gebeurt als ik hem bij Thomas omhang. Zo. Zo. Heb je arm om... Wat? Zo. Zo? Wat zo? Geen licht vestje. Geen licht vestje. Wat denk je? In kilo's? Bijna 20. Ja. Ja, zoiets. Ja. En als ik je nou vraag om de rest van de dienst... hoe is dit? Ja, zwaar. Zwaar? Ja. Wil je wel geloven dat ik in mijn tijd in Bosnië dit ding 10 uur per dag aan had? En het was in de zomer 40 graden in de schaduw. Ja. Nee, ik hoef geen... Oh. Dat was toen handig geweest. Ook niet. Maar weet je, wij hielden dat vol. Weet je wel waarom? Wat is er voor nodig om jou de opdracht te geven met dit ding een marathon te gaan rennen? Wat moet je dan doen? Wilskracht. En wat nog meer? Geloof. En een doel. Een doel. En wat zal die de komende tijd moeten doen? Oefenen. Oefenen. Lieve mensen, als er iets belangrijk is, dan is het wel dat je gaat oefenen hiermee. Want het gaat je gebeuren. Je krijgt verleidingen, je krijgt aanvallen, je krijgt momenten waarop je denkt, wat moet ik hier nou mee? En voor jullie beeld, normaal gesproken staat hier, ik heb er even afgehaald, mijn naam. Zo. Die hoort daar toch? Maar als je de schild van het geloof neemt, wat staat er nou? Jezus Christus. Je harnas beschermt je longen en je hart. Moet je eens opletten wat er gebeurt. Doet het zeer? Nee. Nee. Je moest wel even een voetje verzetten, hè? Ja. Maar hij staat nog, toch? Hij viel bijna, hè? Ja, ik had hem. Als ik heel hard ga duwen. Maar denk je dat ik hem heel erg pijn doe? Nee. Nee. Lieve mensen, als ik jullie iets mee wil geven vanmorgen. Zorg ervoor dat je volwassenen krijgt die met de kids aan het werk gaan. Die de kids kunnen meenemen. Wij, voor ons is de wapenrusting Gods. Omdat kinderen nog bij Jezus gebracht mogen worden. Nog gevoed mogen worden. Daarom wilde ik jullie dit laten zien. Zullen we hem afdoen, Thomas? Ja, je ziet zijn hele hoofd, hè? Even hier knijpen. Ja, dankjewel, jongen. Zo. Hij blijft... hij zit vast. Ja. Ja, even van... Oh, dat mag ook. Yes, 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 yes. Ja, dankjewel, jongen. Een aardig visje, hè? Ja, goed gedaan, man. Oh, je mag ook blijven, hoor. Ik vind het wel gezellig, eigenlijk. Ja. Lieve mensen, ik heb het over jou. Als papa, als mama, als verzorger, als opa, oma, of hoe je ook maar betrokken bent bij de generaties. Want weet je wat het is? Wij zitten allemaal in de generatie J. Dat was de titel die ik boven mijn preek had gezet. De generatie Jezus. Of je nou jong bent, hoor je bij hem. Of je nou oud bent, je hoort bij hem. Jong en je wordt gedragen. Oud, je zal moeten dragen. Pak de wapenrusting op en neem ze mee. Neem generaties mee in ons geloof. Mag ik met jullie bidden? Willen jullie gaan staan? Heerlijke Vader, dank u wel voor morgen dat we hier mogen zijn. Dank u wel dat we het mochten hebben over wat u in uw woord hebt gezet. Over de wapenrusting Gods, die voor ons, die de geestelijke wapenrusting die u voor ons beschikbaar hebt. Die we mogen oppakken, omdat we weten dat er
omdat we weten dat we aangevallen zullen worden. En dat we hem ook mogen aantrekken om onze kinderen te beschermen, die de wapenrusting, voor wie de wapenrusting nog te zwaar is. Dank u wel dat we kunnen lezen dat u het zelf was die zei, laat de kinderen bij mij komen. Want u liet zien, voor zodanigen is het koninkrijk van God. Voor zodanigen. Kinderen verwachten hoopvol. Laten wij hoopvol verwachting kijken naar u. En ondertussen de wapenrusting aantrekken. Vader, ik vraag een zegen. Ik leg een zegen op iedereen die daarmee bezig is. Die soms denkt, maar hoe moet het nou eigenlijk? Hoezo een helm van verlossing? Ik vind het spannend. Pak dan het schild van het geloof en open het woord. En u zal spreken door het woord. Want u bent een sprekende God. Het harnas, u beschermt. U beschermt. In vertrouwen zal u ons beschermen. Vader, zo dank ik u voor het opdragen. Voor kinderen die bij ons in de gemeente bij u worden gebracht. Omdat ouders zeggen, wij zijn hier. Wij zijn van u afhankelijk. En we willen samen met de gemeente doen wat goed is. Vader, ik dank u voor kinderwerk. Wat een zegen dat er kinderwerkers zijn. Die kinderen meenemen op hun eigen manier, op hun eigen niveau en in hun eigen stijl. En ze nemen ze mee onderweg naar u. Dank Vader voor tienerwerkers. Dank Vader dat er mensen opstaan om ook tieners mee te nemen. Dank Vader voor de gemeente. Dank u wel dat u mensen aan elkaar verbindt. Ook al weten we soms nog niet wat onze plek is of welke plek we in mogen nemen, u geeft ons aan elkaar. Geef dat we op die manier in dat vertrouwen u tegemoet rennen en mensen op sleeptouw meenemen. Dank u wel. Voor wie u bent. Amen. Amen. Waardevol Leven Gemeente brengt mensen voort die zijn gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht.